Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma worden focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Ambassadeur Zhang Yingxiong geeft presentatie op BUSA, informatiesessie Samap in Mungo. Suriname biedt hulp aan slachtoffers Bahama's. Binnenkort hennepteelt in Suriname. En vicepresident Adin participeert aan high-level meeting New York. Vice-president Michael Ashwin Adin zal namens president Bouterse deelnemen aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 23 september. Onlangs zijn bedragen gekoppeld aan de reis van de VP gepubliceerd in de media. Dit heeft nogal voor wat ophef gezorgd in de gemeenschap. Directeur Miriam McIntosh hierover. De delegatie namelijk die vertrekt, die zal staan onder leiding van de vicepresident van de Republiek Suriname. Het is de 74ste editie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties heeft natuurlijk 6 hoofdorganen. En de Algemene Vergadering is een van de hoofdorganen waarbij alle lidlanden, inmiddels nu 193 lidlanden, participeren. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit zoals ik al eerder aangaf. Waarbij we dus de opening hebben op 18 september, heel kort. Eigenlijk meer dan een heel korte, een half uur, misschien een uurtje. Maar waarbij er een high-level week, ik zou zeggen een ontmoeting waarbij er alle staatshoofden, regeringsleiders, ministers van buitenlandse zaken bijeenkomen. Dat is echt een hele week. En dat begint op 22 september naar 1 oktober, want dan zijn er nog het algemeen debat. Ze komen meestal voor het algemeen debat. Suriname is één lid van de Algemene Vergadering, lid van de Verenigde Naties, is een lid van de Algemene Vergadering. Het is een jaarlijks, dus we hebben eigenlijk vanaf ons lidmaatschap, heeft Suriname geparticipeerd in vergaderingen van de Algemene Vergadering. Het is dus niet een unicum. Natuurlijk bepaal jij als land, want je bent een soeverein land, op welk niveau je wil vertegenwoordigd zijn. Het is van het jaar de 74ste en het is ook goed om te vermelden dat tijdens deze 74ste er 7 andere topontmoetingen gaan zijn naast het algemeen debat. En eigenlijk komen de staatshoofden, de koningen, de regeringsleiders voor het algemeen debat. En daar geef jij dus in een 15 minuten durende statement aan hoe jij de ontwikkelingen in de wereld ziet. De challenges die je ziet, de uitdagingen die je ziet en ook oplossingen die je eventueel zou willen aandragen. Het is het moment voor de landen om ook op een groot wereldformaat aan te geven wat voor hun van belang is. Toch? Voor Suriname op dit moment klimaatverandering en de rol die wij willen vervullen als advocate voor klimaatfinanciering. Dus daarom is het van belang dat je er bent. En niet alleen maar voor de participatie in de mondiale meetings, maar ook voor ons in de bilaterale agenda. 193 lidlanden, laat me zeggen 192 plus Suriname, 193 zijn aanwezig. Het geeft je de maximale mogelijkheid om met zoveel mogelijk landen bilaterale gesprekken aan te gaan. Dan hoef je niet te reizen naar die verschillende landen, want dan heb je eigenlijk een concentratie van de wereld eigenlijk in New York. En waarbij je ook wereldvraagstukken, want tegenwoordig is... Je zegt, geen land is alleen. Een heleboel van de vraagstukken zijn grensoverschrijdend. Het zijn vraagstukken die je echt niet alleen gaat kunnen oplossen. Klimaatverandering, je kan niet in Suriname zitten, in de confines van Suriname en zeggen, ik doe alles met klimaatverandering, ik reis niet. Ik participeer in geen enkele meeting. Andere dingen zoals terrorismebestrijding. Zelfs de bestrijding van of het tegengaan van niet overdraagbare aandoeningen. Something waarbij mensen denken, waarom participeert u in een meeting? Het zijn al die meetings, al die vraagstukken die op mondiaal niveau worden besproken. En de committering van staatshoofden en regeringsleiders is belangrijk. Is de
een van de duurste steden. Ik wil ook vooropstellen dat de VP gaat namens president Boutersen. Dat betekent dat er ook een bepaald niveau is aan onze participatie en een bepaalde committering die wij wensen te geven aan deze meetings. Ik heb zelf first-hand experience met New York. En de cost of living in New York is vrij hoog. Toch, de werking van de vrije markt is geweldig daar. En in de week waarin alle staatshoofden en regeringsleiders er zullen zijn, worden prijzen gewoon opgeschroefd. En jij kan dan als land kan je niet gaan bepalen dat ik wil een mindere prijs betalen. Het is gewoon het vraag-aanbod-mechanisme dat dan gaat werken van de vrije markt. En waarbij dan de prijzen gewoon worden opgeschroefd. Wat wij wel doen is ver van tevoren proberen te reserveren. Als we een bevestiging hebben van de delegatie. Dat we een blok maken. En dat je dan de redelijke prijzen krijgt. Geef aan redelijke prijzen. Omdat New York gewoon in die week extra duur is. Een average room in New York zonder de high level week is al 300 zoveel. Is 300 naar boven. En we hebben vaker delegaties gehad waarbij ze echt niet konden trekken. Toch? Dat ze, het is gewoon een realiteit waarmee wij moeten dealen, waarbij de wereld moet dealen. Er is vaker ook misschien in de UN, in de wandelgangen gesproken, moeten we de UN niet brengen naar een andere stad waar het minder duur is. Maar er is een realiteit waarmee we moeten dealen. Dat New York een van de duurste. Zelfs Genève is ook heel erg duur. Al verhuizen worden New York activiteiten naar Genève. Dat prijskaartje gaat misschien zelfs hoger liggen dan in New York. Maar dat is gewoon om een vergelijk te maken. En we moeten ook niet vergeten dat het ook een beetje representatief zou moeten zijn. En dat we dus dan ook daarnaar moeten kijken. En dat de veiligheid ook van belang is. Want het is hoe je draait of keert, de vicepresident die namens de president participeert. Voor ons als BUSA hebben we een open communicatie met de media. Eigenlijk iedereen die belt kan vragen voor verduidelijking, wat meer informatie, achtergrondinformatie. Dus wij op Buitenlandse Zaken hadden ook verwacht, eigenlijk niet eens BUSA, maar gewoon het eeuwenoude principe van hoor en wederhoor. De informatie is ter oren gekomen of is beschikbaar gesteld. Even een contact maken met het ministerie of en vragen wat is de verduidelijking, wat is de context van het geheel. Dat is eigenlijk onze oproep, dat we toch wel met elkaar even afstemmen. Het is goed om informatie misschien zo eruit in eten te gooien, maar toch wel even het principe van horen en wederhoor toe te passen. De storm Dorian heeft onlangs enorme schade aangericht aan het eiland Bahama's. U zult de beelden waarschijnlijk gezien hebben en intussen is vanuit Suriname op diverse manieren noodhulp geboden. Wij praten met kolonel Jerry Slijngaard, de coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, het NCCR, over de hulp vanuit Suriname. Kolonel, voordat we overgaan naar de hulp die geboden is vanuit Suriname, u bent bekend met rampen. Hoe beschrijft u deze ramp? Ja, ik denk dat we deze ramp niet anders kunnen beschrijven dan één woord, verschrikkelijk. Ja. Het heeft vreselijk huis gehouden, in elk geval de Bahama's. En misschien is het goed als ik toch wel in het kort aangeef dat hurricanes of orkanen, die worden gecategoriseerd. Hè. Ze worden op basis van de sterkte worden ze gecategoriseerd in categorie 1 tot en met 5. En daarvoor zijn ze dus wat ze noemen tropische stormen. En de categorie 5 is dus het zwaarste categorie die tot op dit moment is aangegeven. En het gaat tot windsnelheden tot en met 240, 250 kilometer per uur. Ik moet zeggen dat Dorian ver daarboven is uitgestegen. Dus Dorian is een hurricane geweest die een categorisering heeft gehaald die in principe niet is vastgelegd. Ja. Dus dat is alleen maar om aan te geven. Maar we leven in het orkaanseizoen, zoals we dat zeggen, voor het Caribisch gebied en deze kant van de wereld. En orkanen zijn dus niet uitgesloten dat die gaan plaatsvinden.
Maar dit keer is dus Dorian, heeft een, die als een hele milde tropische storm is begonnen, die heeft zijn piek bereikt op de Bahama's en wel het, het eiland Abaco. En daar heeft hij verschrikkelijk huis gehouden. Dus mensen al de beelden hebben gezien. Er staat praktisch niets meer overeind. Alle mensen zijn in principe getroffen. En er is gesproken over geaffecteerden, dus mensen die getroffen zijn. Ongeveer 70.000, 72.000 mensen die zijn dus getroffen. Een heleboel huishoudens zijn getroffen en uiteraard zijn er ook doden geweest. En misschien boven, tot op dit moment zijn dus boven de 40 doden geteld. En het is nog niet afgelopen, want steeds meer worden dus er meldingen gedaan van doden. Mm. Er zijn ook mensen die vermist worden. De registratie daarvan is dus ook gaande. En het loopt dus vermisten. Er zijn dus honderden vermisten reeds gemeld. Mensen die dus nog niet zich hebben gemeld. Yeah. En uiteraard zijn er een heleboel landen die dus ondersteuning hebben aangeboden. Yeah. En organisaties, en in dit geval, ik denk aan VN-organisaties, die hun alvast hulp hebben geboden. En Caribbean Disaster Emergency Management Agency, dat is SEDIMA, waar Suriname ook lid van is. En die hebben dus zelfs voor de ramp, voor de storm, hebben ze een paar mensen gedeployed, zoals het wordt gezegd, ja, naar de Bahama's toe. En daarna is SEDIMA heel erg actief geweest in het, het helpen, lenigen van de noden die er zijn. En intussen is er vanuit verschillende landen en organisaties al hulp geboden. Ook vanuit Suriname is het medeleven al getoond aan de getroffenen. En er is ook al noodhulp geboden. Op welke manier is er al hulp geboden vanuit Suriname? Ja, vanuit Suriname is het zo, omdat het gaat om een wat we noemen zusterland. Ja. Van de CARICOM heeft Suriname alvast vanaf het begin vanwege de president en door het ministerie van Buitenlandse Zaken is er natuurlijk medeleven betuigd aan de mensen en zijn er een aantal toezeggingen gedaan dat Suriname sowieso een bijdrage zal leveren met betrekking tot het verlenen van noodhulp. En er is een pledge geweest, dus de Surinaamse overheid heeft dus aangegeven dat ze de regering van de Bahama's zullen ondersteunen met $100.000, zodat dat gebruikt kan worden om alvast de eerste noden te kunnen lenigen. Dus dat wordt ter beschikking gesteld van de regering van de Bahama's. Verder heeft Suriname, alvast de regering van Suriname, die heeft ook een lading aan water, omdat het zo is dat als dit soort dingen plaatsvinden, dat er een lijst komt met wat hebben we nodig als eerste, noodhulp. Want u zult begrijpen dat als iedereen spullen begint te sturen, dan krijg je soms een heleboel dingen die je niet direct nodig hebt en het alleen moment. Maar meer druk op de situatie brengt. Dus het verzoek is dus gedaan, er is een lijst gekomen met onder andere wat er nodig is, zoals tenten, dekens. Die lijst hebben we, kunnen we dus ook produceren, zodat de mensen kunnen zien wat het is. En wat gevraagd wordt. Maar Suriname heeft dus, de regering van Suriname heeft dus naast de $100.000, heeft de regering van Suriname ook alvast 10 containers, 20 voet containers met water. Die zal dus verstuurd worden naar de Bahama's. Er zal melk verstuurd worden naar de Bahama's. Er gaat sap worden verstuurd naar de Bahama's. Er zullen dekens worden verstuurd, lakens. We hebben hygiene kits, vooral voor de vrouwen en de kinderen. Worden er hygiënepakketten, dus zaken als zeep, baddoeken, etc. Dus dat soort zaken worden dan verstuurd. Om in elk geval de eerste noden van de mensen te helpen lenigen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de voormalige ambassadeur van China in Suriname, Zhang Yingxiong, een presentatie gehouden. Tijdens deze presentatie is de ambassadeur ingegaan op de ontwikkelingen en samenwerking tussen China en Suriname. Economisch, culturele,
also the society development, there is a still gap between China and the developed countries. Ja, de bedoeling van deze presentatie was om de gebeurtenissen internationaal, waarbij China een belangrijke rol speelt, met ons te delen. Veel van ons hebben gehoord van OBOR, One Belt, One Road, is een initiatief, is een internationaal initiatief van China. Het gaat door alle vijf continenten om ontwikkeling in de wereld eigenlijk een push te geven. We are also thinking to promote our bilateral relations more effectively. China is so big. There are so many provinces. So in China, we think it's better to have point-to-point cooperation. So I think from the Ministry of Foreign Affairs, we have already decided that we should concentrate the cooperation between Suriname and Zhejiang province. So the vice governor of Zhejiang province will come for the first visit. Veel van ons weten dat China gelukt is om in 40 jaar de tijd van 1981 tot en met 2015, minder dan 40 jaar, 35 jaar ongeveer, om armoede drastisch terug te brengen. In 1981 was armoede 88%. En in 2015, bij het einde van de Millennium Development Goals, was armoede teruggebracht naar 0,7%. En vandaag heeft de ambassadeur aangegeven dat over een paar maanden, dus het begin van 2020, is armoede helemaal geëlimineerd in China. En in dat kader was het goed om uit de mond van de voormalige ambassadeur te vernemen hoe dat proces allemaal gegaan is. Being an economist, I would really like to find out from you, what are your views? What is hampering China to elevate from developing to a developed state? Given, of course, the high GDP and the favorable social indicators that you have. China is big, with a very big population. Indeed, in terms of GDP, China ranks the second in the world. But if you look at the capital per capita, China ranks somewhere in the 70s in the world. So, and when you look at the economic development in China, well, it is still unbalanced. Coastal provinces are, in comparison with the provinces in the interland, well, there is still a big gap. Sinds straks 2020 en 2030 moeten wij de Sustainable Development Goals hebben gehaald. En goal nummer 1 is dat armoede helemaal geëlimineerd moet worden. En hoe gaan we dat doen in 10 jaar? Ik denk dat één manier is om te kijken naar wat China gedaan heeft door socialisme te koppelen met kapitalisme. Dat wij ongeveer hetzelfde moeten doen, maar omgekeerd. Onlangs is een MOU ondertekend tussen het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met als doel een samenwerking aan te gaan met in vitro plants. We praten met de directeur van Grasalco, de heer Lunes Diko, en we praten ook met de manager van in vitro plants, mevrouw Bisumbaar. Directeur, we hebben het over het telen van industrieel hennep. Wat is industrieel hennep? Goedendag. U heeft het goed gezegd. Het is industrieel hennep en we willen dat meteen verduidelijken. Mensen denken dat in vitro plant zich gaat bezighouden met cannabis en dan cannabis welke men rookt, waarvan men high wordt. Maar dat is absoluut niet het geval. Industrieel hennep is een hennepsoort welke gebruikt wordt om een heleboel andere dingen te doen. In de kleding, in de bouw, een heleboel andere zaken. En het is goed om bij te vermelden dat als je daarvan een ton roken, je er niet high van zou worden. Dat is in essentie waar het om gaat. Nu hebben we
hebben we zijn een samenwerking aangegaan met natuurlijke hulpbronnen en het ministerie van Volksgezondheid. Waarom deze twee ministeries? Waarom deze twee ministeries? En de gedachte van mensen zou het eigenlijk moeten zijn wat men denkt van waarom is het niet tussen Volksgezondheid en LVV? Het is tussen Volksgezondheid en NH omdat Grasalco, het moederbedrijf van Invitroplan, valt onder NH. Dat is een simpele uitleg ervan. Kan Grasalco deze teelt aan? Oh, Invitroplan is opgegeerd voor dat soort van zaken. Net zoals Invitroplan in staat is om zeg maar van een breedschaal aan gewassen te vermeerderen. Net zo kan Invitroplan de vermeerdering van industrieel hennep aan. Mogen we als Surinamers blij zijn dat dit gaat gebeuren in ons land? Absoluut mogen we blij zijn. Kijk, landbouw is in principe een van de geweldige groeipolen die Suriname heeft. En de ontwikkeling in de landbouw op deze manier is absoluut toe te juichen. Dus het zal niet alleen voor Suriname goed uitkomen, maar ook voor het buitenland? Zeker, zeker voor het Caribisch gebied. Ik denk dat Invitroplan niet, ik weet 100% zeker dat Invitroplan in het Caribisch gebied enig in zijn soort is. Als je nagaat wat gebeurt in de hele wereld, Canada, Amerika, dan merk je dat dus deze industrie heel snel groeiend is. En een heleboel landen zijn bezig hun wetgeving aan te passen, net als Suriname, om voor te bereiden voor deze industrie. En zoals de directeur dat had aangegeven, als wij als Surinamers nu niet gaan reageren, dan zullen we op een gegeven moment achterblijven. En dat willen wij niet. Wij willen ook deel zijn van deze industrie. En ik denk dat het grote potentie heeft voor Surinamers. Er zijn een heleboel investeerders. We hebben ook eerder gesprekken gehad met investeerders die geïnteresseerd zijn en bezig zijn geweest om na te gaan wat zijn de mogelijkheden voor plantenvermeerdering in Suriname. En wij kunnen met trots zeggen, wij zijn de enige company die op grote schaal planten zou kunnen vermeerderen. Het Suriname Market Access Project, SAMAP, een initiatief van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en uitgevoerd door een voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO, is gestart met een landelijke informatiesessie over een Matching Grant Facility, MGF. De MGF is een fonds dat agrariërs in de gelegenheid stelt in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning door middel van een grant. I am Eric Ceballos. I am the Chief Technical Advisor of the SAMAP project. SAMAP project is an initiative of the government of Suriname, led by the Ministry of Agriculture, and is implemented by FAO, the Food Agriculture Organization of the United Nations, with resources of the European Union. The SAMAP project is a big effort of the government of Suriname to support the efforts of the agriculture sector to access markets. To do that, what we are supporting are four sectors: vegetables, fruits, roots and tubers, and non-timber forest products. And what we are trying to do is to enable the conditions to improve production, to improve productivity, and the quality of the production of these sectors so they can access markets in CARICOM region, in Europe, the US, and other markets.
This is just the beginning. We are just at this moment informing about the matching grant facility, what the SAMA project is about, and how we are going to support the people. In the coming weeks, in the month of September, we expect to make our call for proposals. And that is the moment where farmers will start to contact us to register to submit their applications. Please be alert to the information that we will be disseminating through the National Information Institute, through the bureaus of information centers in the districts where people live, through the LVV resort offices, and the media, newspapers, radio and television, where we will announce the call of proposals. This is important for Suriname. I will make a plea to all small, large grant producers to participate actively in this project, because it's for them, it's built on their needs and their expectations, and we are ready to support those efforts together with the government of Suriname. Wesuku desma sai prani, wesuku desma sai verwerk, desma sai ebroko, wan produk fu trawan kan gebruike moroboom. Maar usap dat produsiri tan wan tu sma desa egona busi gosuken tu oktu. Desma nat belangrek, ma ude jasa oktu gi desma sai sering. A overheid fu serandang, be dua aanvraag, be aba ide, dat de Europese Unie, die aan money voor een project die kan voeren uit. Maar wat organisatie ben je van nodig voor voeren uit? En een organisatie dat naar FAO. FAO is een landbouworganisatie, zijn die voor internationaal. En wat een belangrijk doel voor Sabi, dat een project is wat versterkt een landbouwontwikkeling, dat het kan gaan door, dat we een mooie boom vastzien, die om een jaar. Oké? Maar verschillende manieren die voor ondersteunen aan ontwikkeling van landbouwsector. Een focus voor dit project is voor ondersteunen aan landbouwsector, dat kan faciliteren moro markt, moro woeio kan de voor zeer een product. En we denken aan export, maar ook toe we denken van een product kan zeer moro instranen. Maar ook toe wil ik naar van een product kan de moro veilig. Want als je wat exporteert een product bijvoorbeeld, maar ook toe nationaal gebruik, en dan moet je niks maar zieken. We kijken naar groente, we kijken fruit, we aandacht dit op kronjang en aandacht dit ook toe dat product zou ik mogen uit boezie zou ik verwerken. Dus het project die morgen is maar de actief kwam. Dus maar dat ik kan tegen een morgen boom zou die af van nodig voor ik op morgen ontwikkeling. Een grant die zich naar ondersteunen kleinschalige landbouwers, dus de chingplani, maar dus was ze op genoeg gebouw, dan hebben we ondersteuning van nodig. Maar de wansa, de morochi wang, de micro wang, de kleinschalige wang, if you give one team ondersteuning, de komoro boom na sa de doen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.